Zo, ik ben terug van vakantie en kijk hoe fancy ik ben. Yeah! Hallo allemaal, welkom bij mijn wizard. En vandaag heb ik voor jullie weer een gloednieuwe video. Van meerdere dingen. Ik ben een weekje op vakantie geweest samen met mijn vriendin. Alleen een beetje richting Limburg. We zaten in het park Weertebergen. En we zijn daar in de buurt zijn we weer shoppen. En we kwamen daar zo een niks minder dan de Primark tegen. En daar zo verkopen ze natuurlijk Harry Potter spullen. Dus ik heb ook een paar Harry Potter spullen gehaald. In totaal 3 stuks. En ja, ik ga ze een beetje aan jullie laten zien. Uit mijn mooie tasje die ik er ook vandaan heb. Oké, om de een of andere reden verkoopt Primark vrijwel alles bijna op de vrouwenafdeling. Ik weet niet waarom. Bijna alles is voor de vrouwenafdeling. Er is alleen maar één ding op de mannenafdeling die ik heb gevonden. En dat is een shirt. En ja, dat is nou niet veel, zeg maar. Dus dat was wel een beetje jammer. Maar ik ben gewoon op de vrouwenafdeling gegaan. En ik heb daar ook gewoon wat leuke dingen, vind ik, gewoon gekocht. Die een man ook gewoon net zo makkelijk kan gebruiken of dragen of in zijn collectie kan douwen. En dat soort dingen. Ja, laten we maar gaan kijken wat hierin zit, nietwaar? Een toilettasje. Oké. Een shirt. Oké. En toverstok. Die is voor een andere video. Maakt niet uit. Oké, dat is eigenlijk alles wat er in mijn tas zit op dit moment. Goed, alles is van de Primarkt. En het is allemaal niet zo heel duur geweest eigenlijk. Want Primarkt is ook gewoon lekker goedkoop. Deze tas heb ik dus van de Primarkt voor 16 euro. Het is een mooi leren tasje. En ja, zoals ik al zei. Het ligt op de vrouwenafdeling, maar ik vond het er gewoon een te mooi tasje of zo. Ik weet niet. Ik vond het wel leuk. Je hebt een aantal leuke dingetjes erop staan, van plaatjes van Zwijnstein erop. Je ziet de Snyder erop. En je hebt hier nog de tekst Property of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Dus ja, ik denk dat dit vooral een beetje een leraartas zal zijn. Voor de rest van de achterkant zit er niet veel bijzonders. Hier aan het handvat zit ook nog een Hogwarts leren dingetje of zo. Geen idee waarom die er zit, maar op zich wel fijn. Nou, voor de rest, de tas is niet heel groot. Je hebt zowel hier een handvatje als gewoon dit, waar je gewoon lekker aan kan vasthouden. En zo om je schouder, op je schouder kan doen, om je arm heen kan doen. Voor de rest, hier heb je de 2 openingetjes. Je klik je gewoon makkelijk open en je kan ze ook gewoon makkelijk dicht doen. Heel makkelijk. En je hebt in totaal 3 vakjes. Je hebt hier 2 kleine vakjes waar ook de dingetjes op worden vastgezet. Het zijn 2 kleine vakjes waar je denk gewoon portemonnee of mobiel in kan doen. En voor de rest heb je hier 1 groot vak. Waar je ook een hele hoop andere dingetjes in kan doen. Het is op zich wel een schooltasje, een beetje voor sommige meiden dan. Een beetje van die meiden die eigenlijk vrijwel niks bij zich dragen als ze naar school gaan. Best vrij tasje. Ja. Ik vind het op zich wel een leuk tasje. Je kan het als het goed is vinden op de vrouwelijke afdeling bij de Harry Potter sectie en zo. Ik denk dat je ze wel overal bij elke Primarkt kan vinden. Bij deze Primarkt hadden ze in ieder geval deze wel. Dus dat is dit tasje. Voor de rest hebben ze ook deze toilettas hadden ze liggen. Voor 3 euro was het denk ik of zo. Dit ding was echt totaal niet duur. 3 euro was het. Ik heb de Gryffindor natuurlijk genomen. Volgens mij lagen er ook geen andere versies dan Gryffindor. En ja, het is hartstikke tof. Het is van leer. En je ziet hier natuurlijk gewoon mooi de zwart en de rood. En het Gryffindor logo. En op de achterkant zie je alleen maar Gryffindor logotjes. Je hebt een mooie gouden rits aan de bovenkant. Waar ook nog eens een houdertje aan zit. Met de HP logo erop. Met de snij natuurlijk en zo. Gaat heel makkelijk open. En dan heb je behoorlijk wat ruimte erin. Je hebt maar 1 vak. Dat is gewoon de opening zelf. En ja, het is het. Je kan er behoorlijk wat in kwijt. Dus dat is handig voor vakantie. En voor de rest had ik het natuurlijk over shirts. Dat het enigste is wat je kan vinden op de mannenafdeling van Harry Potter. En dat was het Dobby shirt. Ja, een super tof shirt. Het is gewoon dat klassieke half hoofdje van Dobby met dat blauwe oog. Er staat hier mooi ook in het goud staat de Dobby. Super tof is dat. En er staat ook nog HP bij en dat soort dingetjes. Dus dat is super tof. Ja, Dobby zelf, ja. Er staat overal over het hele shirt heen staat het Dobby. Voor de rest
Ja, de shirtlengte is goed voor mij, alleen de breedte is niet goed voor mij. Daar moet je heel goed op letten bij deze shirts. Bij de shirts in het algemeen van Harry Potter, in de Primarkt. Let op dat de breedte ook past, kan ik je zeggen. Ik ben best gevuld, dus ja, hij past helaas niet toen ik thuis kwam. Maar dat boeit mij op zich niet. Ik ben natuurlijk een heel groot fan van display gewoon. En ja, deze gaat voor nu, zolang ik nog gevuld ben, gaat deze gewoon als een displaytje. Dus ja, daar ben ik ook gewoon super blij mee. Goed, dit waren de objecten die ik bij Primarkt vandaan heb. Ja, het shirt was trouwens 25 euro volgens mij. Hartstikke goedkoop, hartstikke fijn is dat. Dus ja, ik heb een tas, toilettas en een Dobby shirt. Ja, allemaal super toffe shirts. Ik heb er eigenlijk voor de rest niet veel over te zeggen dat ze super tof zijn en dat je ze allemaal bij Primarkt kan halen. Dus is er een Primarkt bij jou in de buurt of ben je überhaupt gewoon bij de Primarkt en wil je Harry Potter spullen kopen? Dit zijn de dingen die ik persoonlijk wel het leukste vond van de hele sectie. Dus ik wil jullie allemaal super erg bedanken voor het kijken naar deze video en ik zie jullie allemaal weer later. Ik ga weer even verder shoppen met mijn leren tasje. Houdoe!